Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Supply Drop opening hier op mijn kanaal Jaraski Gaming. Zoals jullie boven in je beeld kan zien, heb ik op dit moment 2814 crypto keys. Maar we gaan helemaal niks doen met die crypto keys. We gaan namelijk onze COD points gebruiken. Ik heb nog 30.000 COD points over. We gaan er vandaag 10.000 gebruiken, oftewel dat zijn 50 supply drops. En we gaan kijken wat er allemaal uitkrijgt. We hebben al heel veel dingen binnen. Ik ben een beetje aan het proberen om natuurlijk body armor en helmpjes of hoofdjes eruit te krijgen. Want we hebben al heel erg veel dingen. Camo's zijn natuurlijk ook altijd welkom. Maar we moeten die camo's wel nog niet hebben. Snap je? Dus vinden jullie dit dan leuk mensen? Ram natuurlijk tussen kaart op een like. Bedankt voor alle support natuurlijk sowieso. Want dat is echt gewoon insane. En dan beginnen we bij de allereerste supply drop. Want daar hebben wij in. Bam! Een stormcamera voor de Shiva. Bam! Oké, die hoef ik niet. Want die heb ik waarschijnlijk al. Alright. Ja, dat is een goed begin. Nog goed begin. Nog 49 gaan. Weet je, we hebben alle tijd. Yes. Yes. De Matador Outrider Body Team. Oh yeah. Dat is netjes. Dat is al één body team. We moeten er meer. Ik wil er meer. Mooie titel, lelijke camo en een fucking gesture die ik niet hoef. Dus we gaan snel verder. En weet je, ik hoef eigenlijk alleen maar de camo's en de body arms en alles te hebben. Oh, dit zijn slechte supply drops die we krijgen, jongen. Holy shit. Kom op. Dankjewel. SVG stock variant, dat is handig, want dat gebruik ik wel als ik ooit een keer gesnijd heb dat ding. En de heat camo voor de Pharaoh. Netjes. Netjes. Die attachments dingen wil ik eigenlijk ook wel halen. Vind ik wel gaaf namelijk. Nice. De ice camo voor de SVG en de Caterpillar Reaper. Het team. Gaat redelijk goed, als ik het zelf zeg. Netjes. Nope, die hoef ik niet. En ice camo voor de RK5. Let's go. Ice camo is sexy. Ice camo is netjes. Ze gaan hard. Nee, die hoef ik niet. De vibrant camo, hij is wel mooi, weet je. Maar ik wil, als ik een camo krijg voor een wapen, dan wil ik een bewegende camo hebben. Dus de ice camo beweegt. De transgression camo beweegt. Al die camo's bewegen. En de camo's zijn niet bewegen zoals de verder camo. Die zijn lelijk. Lelijk. Lelijk Call of Duty. Die zijn een beetje lelijk. Ja, die hoef ik niet. Swindler camo, die beweegt wel. Die is wel awesome. Dankjewel. Ook weer voor de SVG 100. Ik denk dat het SVG 100 dag is, heb ik het gevoel. We krijgen alleen maar dingen voor de SVG 100. Sharpshooter, Locus Suppressor, Sunshine Weevil camo en de Storm camo voor de BRM. Netjes. Netjes. Storm camo beweegt ook. Wat een scheisse splijter was dit, jongen. Holy shit, man. Daar hadden we echt gewoon helemaal niks aan, maar oké. Maakt niet uit hoor. Phoenix. VMP Grip variant. Oh. Dat gebruik ik altijd in mijn VMP. Althans, meestal. Dus dat vind ik wel handig. Oké. En de infrared camo voor de 48 Dredge. Netjes. Oh, de tweede wordt een dikke. Oké. Dat moet ik gewoon niet zeggen. Als ik zeg dat we een goed item uit iets krijgen, moet ik gewoon... Ja, denken dat we nooit iets krijgen. Hey, make 12 rapid fire. Netjes. Awesome. Netjes. De jackhammer. Die is wel nice, want ik heb meestal wel rapid fire op mijn haymaker staan. Zoals wel lachen. Die kan ik wel gebruiken, man. Die kan ik goed gebruiken. Poplock. Die had ik al. Point had ik al. En de long barrel voor een man of war. Gebruik ik niet. Ik zat even na te denken. Gebruik dat? Nee. Ik gebruik eigenlijk nooit long barrel. Spitfire. Dat is de HVK leeftijd variant. Netjes. En nog een calling card tagging. Dat is weer een nieuwe collectibles titel. Oh, godverdamme, jongen. Waarom krijg je zoveel comments, jongens? Die hoef ik helemaal niet. Yeah, ik zei deze keer niks, hè. Ik zeg helemaal niks, dan krijg ik iets goeds eruit. En tada, we krijgen gewoon iets goeds eruit. De Stormcam voor de 48 Dredge, netjes. De Locus Extended Next variant, netjes. En de Headshot Outrider Gesture, netjes. Dat was een goeie, man. Die wil ik vaak krijgen. Die wil ik vaak krijgen. Die wil ik vaak krijgen. Fucking hell, mate. Oké, ik moet ook nooit meer zeggen dat we dat vaker willen krijgen, want dan gaat het dus ook verkeerd. MR6 Long Barrel gebruik ik niet. Daar hebben we ook niet zoveel aan. Ik ben die hele level nog ineens voor het wapentje. Dus daar heb ik er niet veel aan. Ik ga niks zeggen. Oh, yes. Oh, die hadden we al gekregen. Fuck, nu heb ik hem twee keer. Daar heb je ook niks aan, jongen, om die items twee keer te krijgen. Maar, nog 3 supply drops te gaan. Er zitten op de helft. Sunshine Dragon Camo. En de Phoenix VMP Stock variant. Dat is wel gaaf, jongen. Ik vind het wel cool om die variant te krijgen. Want dan wordt je wapen wat mooier namelijk. Nice! Transgression P06 camo. Infrared MR6 camo. En Outrider Peace Gesture. De laatste. Dan zitten we op de helft.
Valkyrie. Ik zeg twee grip variant, gebruik niet echt. En de... Woehoe! De Empress Seraph Body Team. Ik wil meteen even weten hoe die eruit ziet als ik eerlijk ben. Oké, wat hebben we allemaal nieuw? Hiervoor hebben we twee nieuwe dingen. Dat zijn twee Tretons. Oh ja, dat slaat helemaal nergens op. Knuckle Sandwich. Nou ja, dan hebben ze bijna allemaal. Oeh, ik hoef er nog maar één, jongen. Dan heb ik ze allemaal. Dan heb ik ze allemaal voor deze. Oké, wat hebben we nog meer? Hiervoor hebben we ook twee. Oh ja, we hebben die nieuwe Body Team. Kijk eens aan. Medador. Medador. Netjes. Hebben we er ook een hoofd voor? Dat is nou nog eens jammer. We hebben er geen hoofd voor. Hebben we geen rood hoofd hier? Oh ja, hier rood. Kijk. Ja. Yeah. Zo, hij is weer compleet. En we hebben nog een nieuwe gesture. De haha, daar gaat ze gewoon lachen. Even lachen, meid. Kom op. Ja, lekker lachen. Ja, waarom niet? Lach jezelf maar uit, omdat ik zo lelijk uitziet. Empress. Oh, deze is wel sexy. Volgens mij heb ik daar het hoofdje ook voor, toch? Ja, kijk, complete outfit, jongens. Complete outfit, let's go. Dat is de Empress outfit. Die is wel ziek, ouwe. Zo. Die vind ik wel cool, ouwe. Die vind ik wel vet. Oké, dat is een complete outfit. Die wil ik graag halen. Dus dankjewel, Call of Duty. Nog een nieuw hoofdje voor de Reaper. De Caterpillar. Heb jij ook de body voor? Nee. Dan niet, hè. Dan niet. Dan past dit heel goed bij elkaar. De hoofdje past compleet bij de body. Dat is echt niet te geloven. En voor de firebreak hebben we drie nieuwe. Namelijk de Klep. Gaat hij zijn handjes klappen. Yep. De Gravedigger. Daar gaat hij een gat graven. Dan gooit hij de vijand erin. En dan stampt hij het nog eventjes aan. En de Praise Me, oftewel Come At Me Bro gesture. Alright, dan zitten we op de helft. We hebben nog 25 spiderons te gaan, dus we gaan verder. Kom maar op. Ik wil een mooi outfitje hebben, man. Too easy. Stormcamper voor de M8. En de cash money. Cash money. Gaat zo met geld gooien. Respect. Lelijke camo. En de... Hey, kom op, jongens. Ik wil of een variant. Of een body team of een head. Kijk, die hebben we al. Oké, laat maar zitten. Hebben we die al? Ik weet het eigenlijk niet zeker of we die al hebben. Dat kan nog wel mooier worden. Als ik die nog niet heb, heb ik misschien wel een complete outfit. Israel in long barrel variant. Nou, een long barrel gebruik ik niet, zoals je weet. En de infrared HVK camo. August Fastmax. Nice, want die heb ik er soms al op staan namelijk. En de Sky Firebreak body team. Het gaat nu wel de goede kant, maar dat had ik beter niet kunnen zeggen. Oh, kak. Ik moet mijn mond houden. Ik moet mijn mond houden of het goed of slecht gaat. Gewoon niks meer zeggen. Dankjewel, Call of Duty. Ik ga niet zeggen wat goed of slecht is. Eén wat ik zeg is dankjewel, Call of Duty. Want als ik nu zeg wat goed of slecht is, dan gaat het weer fout. Kijk maar. Oh, wacht. Kut. Nice! ICR1 Rapid Fire variant. Die heb ik er altijd op staan op de ICR1. Want de fire rate ligt net iets te laag. En de damage ligt net iets te laag. Dus ik heb er altijd Rapid Fire op staan. Daar heb ik nou nog iets aan, jongens. En hier heb ik helemaal niks aan. Kak. Ik zei weer dat we iets goed hadden. En we krijgen meteen weer poep. Motherfucker. Motherfucker. Dan krijg ik een hoofdje. En dan krijg ik net het hoofdje. Net het episch hoofdje. Die ik al heb. Hij is wel sexy. Daar kan ik niet het mee oneens zijn. Maar ik heb hem al, jongens. Ik heb hem al, ja. Daar heb ik helemaal niks aan. Nice. Jam kan me voor de locus. Hoppatee. Kom maar binnen lopen. Kom maar binnen. Netjes. Monochrome camo voor de P06. Gaat goed dit. 10 extra crypto keys. Dan gaan we hard nu, man. Spare hand. Dat is de Drengen FMJ variant. En de Warthorn camo voor de KN44. Ja, ik ga niet zeggen of het goed of slecht gaat. Dragon Fastmax, netjes. Knight, Nomad Body Team. Dat is ook een nieuwe weer. Ik mag gewoon niet zeggen of het goed of slecht gaat. Want dat gaat... What the fuck is dat nou weer? De Thermal... Oh, godverdamme, jongen. Wat heb je daar nou weer aan? Dat kan je helemaal niet. Als je een inzoom, dan heb je één klein piepklein puntje waar je doorheen moet richten. En de ijskamer voor de Vespa. Netjes, dat is wel cool. Oké, ik ga zeggen, het gaat op dit moment best wel goed. Meer ga ik niet zeggen, want dan gaan we allemaal poep krijgen. We hebben nog 10 supply drops te gaan. Het gaat tot nu toe in ieder geval goed. Netjes, dank je. Oeh, Pegasus. Dat is een Korgon stock variant. Heb ik er altijd op staan op de Korgon. Dus hebben we weer wat aan. Dus dankjewel, Call of Duty. Goed bezig, jongen. Maar niet nu naaien. Oh, je gaat me wel naaien, hè. Oh, dat dacht ik al. Fuck je, naaien. Life. Hij kon ook gewoon niks anders doen dan me naaien, jongen. Oeh, die hebben we al. Denk ik. Hebben we die al? Ik weet niet of we die al hebben. We hebben wel de Survival Vesper Rapid Fire variant. Die gebruik ik eigenlijk niet. Oh.
Kak, die gebruik ik helemaal niet. Ben ik helemaal blij mee, maar gebruik ik hem niet. Ik dacht dat ik hem wel gebruikte. De BRF stock variant gebruik ik ook. Kan ik dus ook aanzetten, dankjewel. Kijk, daar hebben we wat aan, weet je. Als ik ze gebruik, hebben we er wat aan. Nee. Daar dus niet. Nog vijf. Het aftellen is begonnen. Nog vier. Het aftellen is begonnen. Ik ga het er niet eens hebben over die andere. Nice. Weevil Grip variant. Netjes. Die gebruik ik ook. En weer een nieuwe collectibles kamikaze titel. En de Night Helm voor de Firebreak. Volgens mij had ik die al, maar dat weet ik niet zeker. Netjes. Haymaker. Haymaker Extended Max. En de Shiva Quickdraw variant. Netjes. Daar heb ik nog wat aan Call of Duty. Nog twee te gaan. Daar heb ik wat aan. Dat was een goede supply drop. En dan krijgen we nu zo'n poep ding. Ja hoor. Het gebeurt elke keer weer. De laatste jongens. De allerlaatste. Nice, de Private School Serve Head Team. Netjes, kijk, daar hebben we wat aan. Netjes, oké, dat was de laatste. We hebben nog met een mooie afgesloten ook, daar ben ik wel blij mee. Hebben wij nog wat leuke nieuwe dingen. We hebben de Chest Pound. Yeah, sla lekker op je borst. Niet te hard slaan, want je hebt dat dingen zitten namelijk. De Roar, dan gaan ze. Wow! Hier hebben we drie nieuwe. We hebben namelijk een nieuw helmpje, de Sky Helm. Nou, het ziet er niet echt heel erg mooi uit, dus die zetten we ook niet op. En we hebben nog twee nieuwe Threatens. De Headshot. En de Execution. Terwijl hij snijdt zijn nek door. Dan hebben we er nog een nieuwe voor dit. Een mooie mevrouwtje. De Salute. Saluteer. Nog een nieuw hoofdje. Ja, zie je welke die we niet hadden? De Private School. Die is sexy, man. Heb jij ook al... Ah, kak. Daar heb ik nog niet het outfitje voor. Hij is wel cool, though, dat hoofdje. Daar kan ik niks anders op zeggen. Dat hoofdje vind ik wel vet. Peace. Peace, jongens. Nog een nieuwe. Oh ja, hier een nieuwe body voor. De Night Body. Gadverdamme. Het is een beetje een ghillie suit-achtig pakje. Dus. Op zich is die wel gaaf. Het is een beetje ghillie suit-achtig. Ja, ik. Oké. Kijk, ik vind hem gewoon mooi. Niet, mag niet liegen. Grape Digger. Gatje graven. I am become dead. The destroyer of scrap. Oh, leuk voor je, man. Dat vind ik echt geweldig, gewoon. Good fight. Good fight. Die vind ik wel grappig, jongen. Good fight. Die vind ik wel lachen. Die ga ik aanzetten voor je, jongen. Die vind ik wel leuk. Peace, jongens. En nog eens de Shrug. Ja, je hebt verloren, jongen. Nog een potje nu. Misschien ergens. En dat was alles wat we hebben gekregen. We kunnen nog wel onze cryptokies gaan inruilen. Ik ga niet kijken hoeveel cryptokies het worden. Ik gok nu alvast, want je kan het zo meteen in beeld zien. Ik gok, wacht. Ik kijk niet. Ik gok dat wij 144 CryptoKeys kunnen verbranden. Oké, ik zeg 144. Je hebt niet gekeken, hè? Ik zeg 144. Als ik er close bij zit, jongen. Magnifiek. Jullie hebben het al kunnen zien, want het stond al in mijn beeld. Ik zeg 144. Ik gok dat er meer zijn. Ik denk dat er meer zijn. Het zijn er veel meer. Hij blijft maar doorgaan. 229! Dankjewel, Call of Duty. 229 extra crypto keys. Dat houdt dus in dat we nu nog 20.000 Call of Duty punten over hebben. En nog eens 3334 crypto keys. Dankjewel, Call of Duty. Daar hebben we nog wat aan. Oké. Ja, puur omdat kan. Ik wil er nog één open. Yeah, dankjewel Call of Duty. Kijk. Je moet er altijd gewoon nog stiekem eentje openen, weet je. Dan gaat het goed. Dus, maar nu stop ik wel. Kunnen we nog een duplicate burnen? Oh ja, tuurlijk. Hier, we hebben nu twee extra crypto keys erbij. Kijk. Tadaa, woe. Twee erbij, hoppatee. Jongens, mocht je nou hebben genoten van deze video, ram natuurlijk zoals je kaart op like. We hebben weer wat mooie pakjes gekregen en wat mooie dingen gekregen. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten. Bedankt voor het kijken. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. That's how we do it. Yeah. Bye bye, mensen.